dan zit je in zo'n helikopter. Hou je misschien nog niet echt van om in een helikopter te zitten, dan land je op de mooiste grasmat van Nederland. En dan kom je in de Kuip en dan gaat de deur open. En dan word je me toch welkom geheten. Nou, het is niet te geloven. En die eer valt als eerste te beurt aan. En laat je horen voor hem, Lucas Woudenberg. Welkom in de Kuip. En dan ook de afgelopen januari is het eerste profcontract tekende. Wessel de Dammers. Ook zo'n speler om echt goed in de gaten te gaan houden hier bij Feyenoord. Daar ligt ook de toekomst van deze club, bij spelers zoals hij. Laat je horen voor Rick Karstor. En ook de volgende speler, nog heel jong, 19 jaar pas en ook weer uit de Feyenoord jeugd, Rodney Lopez-Cabral. Wees heel erg welkom in de Kuip, doelman Warner Haar. Volgende speler die neemt een schat aan ervaring mee. Een wereldschat aan ervaring zou je kunnen zeggen. Hiermee naar de Kuip. Galit Boularoes. Tot slot, en dan is de selectie en de staf voorlopig compleet. We zijn ontzettend trots dat hij trainer wil zijn van Feyenoord. En hij is natuurlijk welkom in de Kuip, Fred Rutte! Nou, we gaan eerst even een mooie foto kijken. Als jullie even om willen draaien voor de fotografen. Want dat gaat zo. Niet alleen voor het nageslacht, maar vooral voor die hele vele supporters. En met name natuurlijk de fijne supporters. Netjes op, de kliek, de fotografen doen hun werk. En morgen zien we dat allemaal weer terug. Ja, en dan ga ik er toch eentje tussenuit halen, want jullie zijn natuurlijk ook verschrikkelijk nieuwsgierig wat er allemaal gaat gebeuren. Daarom vraag ik eventjes naar voren Fred Rutte, onze nieuwe trainer. Fred, ja, ik zou zeggen, draai je even omhoog voor de fotografen. Ja, dan kom je dan uit die helikopter zitten. Ik weet niet of je ooit in een helikopter hebt gezeten, maar ja, die bekende vraag, wat gaat er dan door je heen? Dat is eigenlijk iets geweldigs. Mooie ervaring van het trainen zijn om mee te maken, maar het is een veel mooie ervaring om hier binnen te komen. En ik heb natuurlijk heel veel dingen gehoord over het legioen, maar als je op een dusdanige manier verwelkomd wordt en ontvangst hebt, is het gewoon fantastisch. Dat geloof ik best, ja. Nou heb je voor behoorlijk wat grote clubs gespeeld, je bent wel gewend, maar die eerste weken die jij hier niet meemaakt als trainer, laten we zeggen dat het echt officieel is begonnen, hoe heb jij die ervaring? Hoe is dat clubje? Nou, voor mij, wat mij betreft, heel erg goed. Ik heb een hele goede ervaring. En ik ben ook van plan om met een team, een staf, met alle mensen die rondom de eerste helftal werkzaam zijn, om ons een stikkend mes te doen om een geweldig seizoen te gaan maken. Kijk, op die inzet mag het